Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben nu onderweg naar het vliegveld. Mijn vader brengt me naar het vliegveld, want ik ga naar Dubai toe. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ik ben uitgenodigd door Visit Dubai om naar Dubai te komen. En ik ga samen met een goede vriend van mij, Thomas. Misschien kennen jullie hem wel van mijn TikTok. Maar ja, ik heb er onwijs veel zin in. We gaan een weekje en we gaan echt onwijs gave dingen doen. Dus ik kan niet wachten om jullie overal mee naartoe te nemen. Ik zou eerst met de trein naar het vliegveld gaan, maar die viel zoals gewoonlijk weer uit. Dus gelukkig kon mijn vader mij brengen. Nou, we hebben champagne, dus de reis kan beginnen. We vlogen met Emirates, met de A380 om precies te zijn. En dit is echt een mega groot vliegtuig. En hier heb je dus ook twee verdiepingen. Wij zaten op stoel 70, zo groot is die. Hij heeft 88 rijen. En je kan dus via een camera meekijken. We kregen een heerlijke lasagne en we keken Bridget Jones Baby. Dat is Thomas' favoriete film. De camera's waren wel heel erg fijn, want de vleugel van het vliegtuig is zo groot dat je eigenlijk niet uit je raampje kan kijken. We zijn in Dubai. We hebben onze koffers en we gaan nu lekker naar het hotel, want we zijn echt heel erg moe. Hey, kijk, daar is ons hotel. Ik zie hem al. Kijk. Daar, Hotel Indigo. Onze koffers worden al meegenomen. Kijk hoe gaaf. We zitten in het prachtige Indigo Hotel. En het ziet er hier al prachtig uit en het ruikt ook echt heerlijk. Hoe cool is deze lift? Gaat hij al omhoog of niet? Oh, het pasje. Ik denk al, we bewegen niet. Help. Kan jij het doen? Wat moet ik doen? Wat? Hier pasje er tegenaan houden. Ja. En nu? 12. Daar gaan we. Hier? Meid. Oog. Ja. Ja, hij gaat. Kijk. Dit is onze kamer. Oké, het uitzicht, die moeten we even checken. Oh, wow. Kijk dan. Nou, spiegel. Kledingkast. En badkamer. Oeh, een leuke badkamer. Wow, grote douche. Nou, we hebben even gedoucht. We hebben lekker onze pyjamatjes aangedaan. En we hebben onze koffers uitgepakt. We gaan nu slapen. Morgen gaat de wekker om 9 uur. Want we hebben al heel veel leuke dingen op de planning staan. Dus we kijken er echt heel erg naar uit. Maar nu lekker slapen. Good morning. Vandaag is onze allereerste dag in Dubai. En kijk even met wat voor een uitzicht wij wakker werden. Dit is echt heel erg gaaf. Allemaal gebouwen. We hebben ons net klaargemaakt, want we gaan ontbijten. Dit is de ontbijtzaal. Hij is echt heel erg groot en je hebt onwijs veel keus aan eten. Thomas vond de donuts heel erg lekker en ik vond de croissantjes echt helemaal top. Uiteindelijk had ik avocado toast en nog een ander bordje vol en kijk wat een uitzicht. We hebben net heerlijk ontbeten en we gaan nu naar het oude gedeelte van Dubai toe en daar krijgen we een street food tour. Ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen, dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we er naartoe gaan. We moesten afspreken bij een metrostation en zo ziet het eruit. Ik weet niet, ik heb nog nooit zo'n metrostation gezien, dus ik hoop dat we goed zijn. Oké, we hebben het gevonden. But now it has changed into a restaurant. We will be going there now. It should be a very nice bird diner and a sailor. But now... We hebben een komkommerdrankje gekregen. Oh, was het komkommer? Ja, komkommer. Oh, het is toch lekker warm? Het ruikt heel lekker. Dit is dus hummus, baba ganoush en de andere namen weet ik even niet meer zo goed. Very good. Daarna gingen we door naar de Gouden Markt en hier verkopen ze alleen maar echt goud. Het was heel erg bijzonder allemaal te zien en we gingen kamelenijs proeven. One camel milk, one raspberry cheese. Lekker. Is he trying for the first time too? Yes. We've never heard of it. Really? This? We gaan naar de overkant. Met dit soort bootjes gingen we naar de overkant. Het was echt maar een minuutje varen. En daarna kwamen we uit bij de andere kant. Hier was ook een markt waar ze echt van alles verkochten. We zijn nu bij de laatste maaltijd van onze food tour. En we krijgen dus
een echte lokale maaltijd. Tot nu toe vind ik alles wel heel erg lekker. En ik vond het best wel spannend, want ik ben niet heel erg goed in dingen proeven. Maar tot nu toe was het wel echt heel erg leuk. Ja, heb je goed gedaan. Dankjewel, jij ook. Voor gerecht hebben we eerst nog een soepje. Ja. Oké. En dan... You dip it in the sauce first. You take it with the rice. Oh, you're gonna mix rice. It. Yeah, mix rice and sauce and all together. It is easy with having, you know, ooh, with ham. Hot. It's easy. Okay. Mm. De food tour was echt heel erg leuk. En we liggen nu bij het zwembad. En kijk even wat een uitzicht. Dit is toch niet normaal? Heerlijk gezond bij het zwembad. Het was echt heel erg gaaf uitzicht. En nu zijn we onderweg naar De Palm. En misschien kennen jullie dat wel. Dat is ja, eigenlijk dat eiland wat aan Dubai zit in de vorm van een palmboom. En helaas te laat voor de zonsondergang. Maar het is weer echt heel erg leuk. Dit is Atlantis. Echt een prachtig hotel. We zitten nu bij een restaurant. En er is een show gaande. Lekker een burger besteld allebei. Die van mij is er al, maar die van Thomas moet nog komen. Helaas. Maar het ziet er wel heel goed uit. Ik heb ook handschoentjes bij de hamburger. We weten alleen niet waar dat voor is. Moet je het dan met... Ja, misschien om te eten. Ja, maar... Nou, het is vandaag zondag. En we hebben weer een hele leuke dag op de planning. We hebben net ontbeten. En we gaan zo meteen naar de Dubai Mall. En deze mall is echt mega groot. We hebben 3 uurtjes om het daar te verkennen. En ik ben bang dat we... Misschien de helft van de mall kunnen zien, zo groot dat het is. En daarna gaan we naar een heel hoog gebouw en gaan we van een doorzichtige glijbaan. Thomas en ik hebben beide een beetje hoogtevrees, dus dat wordt wat. Maar ik heb er wel heel erg veel zin in, ondanks dat ik het wel spannend vind. We zijn nu bij de Dubai Mall, maar kijk eens even. Dit is het hoogste gebouw op de wereld. Echt mega hoog. Hij is echt heel hoog. Gezien. Deze mall zit ook een aquarium. Daar gaan we later deze week nog naartoe. Maar kijk hoe groot die is. Echt niet normaal. En door die buis die je daar ziet, daar kan je doorheen lopen. En dat gaan wij van de week nog doen. Naast een aquarium heb je hier ook nog een hele ijsbaan waar je kan gaan schaatsen midden in de mall. En hier kan je gewoon dus gaan shoppen. Echt heel grappig. In de foodcourt van de mall kwamen we een heel erg leuk tentje tegen waar we uiteindelijk hebben geluncht. We hebben heerlijk gegeten en geshopt bij de Dubai Mall. Het was echt heel erg gaaf om alles te zien. En nu gaan we naar de Skyviews Observatory. En gaan we dus met die doorzichtige glijbaan. Ik vind het echt heel spannend. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En als het goed is kunnen we dan ook daar de zon onder zien gaan. Hopelijk vandaag wel, want gisteren waren we helaas net te laat. We staan nu in de rij voor de glijbaan. Ik heb echt het gevoel dat wij de enige zijn die zenuwachtig zijn. Maar oh, ik vond het net in die lift zat ik al helemaal te trillen. Ik zit echt... te trillen. Ja. Nou, we dachten, we gaan het meteen meteen doen, ja. Voordat we het uitzicht gaan bekijken. Ja, ze zeiden, wil je eerst het uitzicht bekijken of eerst de glijbaan? Toen dachten we, nou, laten we eerst de glijbaan doen, dan hebben we het ergste gehad. Dit was dus 220 meter hoog en ik vond het zo spannend, want ik heb enorme hoogtevrees. Je gaat dus op zo'n matje zitten en dan word je een beetje naar voren geduwd en ga je van de glijbaan, maar hij gaat eigenlijk helemaal niet zo heel hard. Nou, we hebben het gedaan. Het viel uiteindelijk reuze mee. We gaan nu even een drankje doen hier in het restaurant. En naast mij zie je dus de glijbaan. Dus elke keer komen hier mensen naar beneden. Het is wel echt heel erg grappig om te zien. Dus ja, uiteindelijk viel het reuze mee en was het hartstikke leuk. Maar ik stond wel even te trillen hoor. Er komt nu iemand aan. Nou, als je dit leuk vindt, dan ben je volgens mij een beetje levensmoe. Want dat wil ik echt nooit van mijn leven doen. Hierbinnen was het toch even iets fijner. Oké, we zitten met z'n tweeën in de lift terug naar beneden. Ik vind de lift het engst van alles. De lift is echt eng. Net wilde ik gewoon zitten, zo eng dat ik het vond. En dat geluid. Ja, er zit een muziekje hier in de lift en die maakt je zo bang. Hij gaat ook zo snel naar beneden. Oh, ik hou me vast. Ik was eindelijk van het trillen af. Dit liedje, hou op! Nu weer in de taxi naar het hotel. We hebben het echt super gaaf gehad, maar we gaan nu lekker omkleden. En dan gaan we een leuk restaurant zoeken waar we kunnen eten vanavond.
Voordat we naar dit restaurant toe gingen, wisten we niet hoe netjes het eigenlijk was. We gingen zitten en er werd gelijk een servet over ons heen gelegd. En we hadden 3 verschillende obers en een iPad waarbij we konden bestellen. Toen hadden we dit besteld en toen dachten we, oh jee, we waren heel erg bang voor de rekening. Gelukkig viel het uiteindelijk wel mee. We hebben echt heerlijk gegeten. Ik lig nu lekker in mijn pyjama. Make-up eraf gehaald, op bed. En het was heel erg bijzonder, want wij zijn beide nog nooit in zo'n chic restaurant geweest. Dus het was best wel gek, maar wel heel erg leuk. En het was echt een hele bijzondere ervaring. We hadden ook echt prachtig uitzicht. Dus we hebben onwijs genoten. Morgen gaan we weer hele leuke dingen doen. Maar daarvoor moeten jullie de volgende vlog bekijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.